Deel 5 van Dit was mijn narcistische ex. We waren dus terug thuis van Marokko. En dat was ook de moment dat ik eigenlijk bij mijn ex ben blijven plakken. Ik ben niet meer naar huis gegaan en niet lang daarna heb ik mij dus ook officieel laten domiciliëren bij mijn ex. Nu, ik kan u zeggen dat het de ene dag na de andere dag discussies waren, ruzies, meningsverschillen. Mijn ex kon ook op geen enkele manier kritiek verdragen. En de momenten dat we met elkaar spraken en als ik hem vroeg waarom dat hij deed zoals dat hij deed, begon hij te huilen, stak hij het op zijn verleden, dan was het zijn ex, dan waren het zijn ouders. Het was continu iemand anders. En dat waren ook de momenten dat ik hem heel vaak betrapte op leugens. Zo maakte hij mij ook regelmatig wijs dat hij bevriend was met bekende Vlamingen en dat hij bevriend was met hoogstaande mensen. En achteraf bleek dat gewoon allemaal niet te kloppen. Ik ben op dat moment wel iemand die dan op onderzoek uitgaat om eigenlijk te gaan verifiëren van is dat hier wel waar. En ook voor die leugens had hij allerlei excuses en zei mij dat hij dat deed omdat hij onzeker was, dat hij er graag wilde bij horen en dat dat eigenlijk de reden was dat hij over heel veel zaken loog. En na 2 of 3 maanden dat ik effectief bij hem inwoonde, was ook het moment dat hij voor de eerste keer echt serieuze lange handen had. Hij had ontzettend veel gedronken en het was onder invloed van alcohol dat hij mij serieus bij mijn keel gegrepen had. En dat was wederom het moment dat ik zei van oké, nu stopt het. Ik ben heel kalm en heel rustig gebleven en ik heb hem gezegd, ik zeg van kijk, dit werkt niet meer. Ik ging mijn spullen inpakken, want op dat moment was ik zo vastberaden dat ik hem wilde verlaten. Of allee, dat dacht ik toch tenminste. Dus ik had me afgezonderd in de slaapkamer, ik had de deur dicht gedaan om mijn valies op mijn gemak te kunnen inpakken. Ik ga terug naar de woonkamer en ik zag ineens een afscheidsbrief op tafel liggen. En in die afscheidsbrief stond geschreven dat hij zichzelf iets ging aandoen. Weer al had ik het gevoel dat hij mij aan het manipuleren was en ik had echt het idee van, hij doet er echt alles aan om mij in zijn greep te houden. Hij doet er alles aan om mij niet te laten vertrekken. Raar maar waar, maar ik voelde en ik wist ook op dat moment waar dat hij met zijn wagen naartoe was gereden. Dus ik pakte mijn auto, ik reed naar die plek en inderdaad, zijn wagen stond daar op de parking. En op de passagierszit van zijn wagen lag dus een lege strip met medicatie en een lege fles wijn. En hij had dat zodanig mooi gedecoreerd dat je er eigenlijk niet kon naast kijken. Ik natuurlijk dat bos ingerend gaan zoeken waar dat hij uithing, maar ik vond hem niet. Ik voelde mij op dat moment wederom heel schuldig, omdat ik zoiets had van oké, hij heeft dat gedaan omdat ik de relatie hier wilde beëindigen. Dus ik belde zijn allerbeste vriend op. Zijn allerbeste vriend is toen afgekomen en we hebben samen heel dat bos afgezocht. Het begon donker te worden, we hadden hem dus niet gevonden. Dus op een bepaald moment kon ik niet anders dan de politie te bellen. Ik had de politie gebeld, die zijn daar met 4-5 combi's afgekomen. Die zijn zelf eerst een keer in dat bos gaan zoeken, ze hebben hem ook niet gevonden. Dan vroegen ze mij om de reservesleutel van zijn wagen thuis te gaan halen, zodat ze hun honden in de auto konden laten ruiken, om op die manier hem te gaan zoeken in dat bos. En ook de politie met de honden hadden hem niet gevonden. Daarna hadden ze beslist om een helikopter in te huren, dat ze middels de warmtebronnen konden kijken vanuit de lucht waar dat hij zich in het bos bevond. En ook dat was weer geen succesvolle zoektocht. Op dat moment dacht ook iedereen van oké, hij is hier dood, hij ligt daar ergens. En dat waren voor mij de meest angstaanjagende uren om uit te zitten. Het was ondertussen ook iets na 11 uur 's avonds en die zoektocht heeft tot 3 uur 's nachts geduurd. Op een bepaald moment belt de spoedgevallendienst van een ziekenhuis naar de politie om te zeggen dat hij daar op spoed was toegekomen. Uiteraard onder invloed van medicatie en alcohol. Hij kon amper op zijn benen staan, hij had in zijn broek geplast. Dus ik pakte mijn auto en ik reed naar het ziekenhuis. Ik kwam daartoe, hij had een volledige strip medicatie genomen, gecombineerd met een volledige fles wijn. En op het moment dat ik daartoe kwam, had hij nog het lef om tegen mij te brullen en te roepen dat ik hem in de steek had gelaten. Maar goed, ik negeerde dat omdat ik zoiets had van oké, hij is hier onder invloed van medicatie en alcohol. Morgen zal hij wellicht niet meer weten wat dat hij hier gedaan en gezegd had. Dan heeft hij op spoed nog een hele scène gemaakt dat hij per se wilde dat ik hem waste. En ik heb dat natuurlijk ook vanuit alle liefde gedaan. Dus ik heb hem helemaal opgelapt en op een bepaald moment is de psychiater van het ziekenhuis naar ons toegekomen. De psychiater had mij apart geroepen en hij vroeg aan mij of ik ervoor open stond om een papier te ondertekenen om hem te laten colloqueren. Ik heb dat niet gedaan, omdat ik op dat moment vond dat dat niet mijn taak was. Ten eerste, we waren niet getrouwd. Ten tweede, we waren niet zo lang samen. En ten derde, ik wilde geen collocatie op mijn geweten hebben. Dus ik heb daar niet in meegestemd. Ze hebben hem toen, denk ik, een week verplicht opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Ik ben ondertussen naar zijn thuis gegaan. Ik ben kleren gaan ophalen. Ik heb die kleren daar afgedropt. Ik terug naar huis. Ik had ook helemaal niet geslapen. En zanderdaags rond de middag belde hij mij op, weer al om mij uit te maken en mij uit te schelden. Ik haakte gewoon de telefoon in en ik had echt zoiets van, als je niet normaal tegen mij kunt spreken, moet je mij gewoon niet bellen. Niet lang daarna belde hij me terug, weer
al om zich te excuseren. En diezelfde avond om 19 uur was er bezoekuur en hij vroeg of ik wilde afkomen. Ik heb dat gedaan en hij vroeg mij op dat moment als ik hem ging bezoeken om niets tegen zijn ouders te zeggen. En uit liefde voor hem en om hem een plezier te doen, heb ik dat niet gedaan. Ik heb eigenlijk nooit tegen zijn ouders verteld wat dat hij gedaan had. Ik had ook naar zijn beste vriend gebeld om ook te vragen om dat aan niemand te vertellen en om dat voor zichzelf te houden. Nu, achteraf, tijdens een ruzie, is hij zelf tegen zijn ouders heel deze situatie gaan vertellen en is hij tegen zijn ouders gaan vertellen dat hij moest liegen van mij. Maar goed, zwart, dat ga ik wel een keer in een andere video vertellen. Maar er was geen enkele manier dat hij mij ooit heeft uitgelegd of dat hij ooit een verklaring heeft gegeven wat hem aangezet had om te doen wat dat hij gedaan had. Als ik hem vroeg, waarom heb je dat gedaan, dan was dat omdat jij mij ging verlaten. Dus met andere woorden, hij gaf mij de schuld en hij stelde mij verantwoordelijk voor het feit dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Er waren ook regelmatig gesprekken met die psychiater. En de ene moment wilde hij dat ik bij die gesprekken aanwezig was, andere momenten wilde hij dat niet. Maar zijn behandelende arts heeft mij na die week opname apart geroepen en op basis van zijn gesprekken heeft hij me eigenlijk gewaarschuwd en gezegd van Fabio, je moet heel voorzichtig zijn. Die heeft me nooit de inhoud van die gesprekken verteld, want dat wilde mijn ex niet. Plus een dokter heeft ook beroepsgeheim. Maar het feit dat een arts dat komt zeggen, dat wil ook al heel erg veel zeggen. Toen heeft mijn ex zich eigenlijk een aantal weken rustig gehouden, buiten dat er dan weer discussies en meningsverschillen waren. Maar ik had wel tegen hem gezegd, ik zeg van kijk, als je wilt dat ik hier blijf, dan moet je therapie volgen. Ik heb daarbij ook gezegd dat ik in geen enkel opzicht verantwoordelijk ben voor zijn gedrag. En het feit dat hij een overdosis heeft genomen, gecombineerd met alcohol, dat dat een keuze is die hij zelf gemaakt had. Met mondjesmaat heeft hij dat uiteraard toegegeven, maar dat was voornamelijk om mij te sussen en om mij aan hem gebonden te houden. Oké, het was een paar weken min of meer rustig, omdat hij wel wist dat het 11:55 was. Maar wanneer dat de gemoederen wat bedaard waren, haalt hij mij weer een stoot uit. Hij had weer iets ingenomen, alcohol, iets van drugstoestanden en weer al ging ik vertrekken. En ditmaal had hij niet zijn polsen overgesneden. Ditmaal had hij de sigarettenbrander van de auto genomen en in zijn eigen polsen verbrand. En wat ging hij tegen de andere mensen zeggen dat ik dat gedaan had? Hij is zelfs klacht gaan indienen bij de politie met het verhaal dat ik hem dat had aangedaan. Ik viel natuurlijk compleet uit de lucht, maar op dat moment was ik zodanig overgeleverd aan het feit van voor hem te willen zorgen, want op dat moment dacht ik dat dat liefde was. Als ik daar nu over nadenk, was dat in geen enkel opzicht liefde. Ik voelde mij verantwoordelijk voor zijn miserie. Ik voelde mij verantwoordelijk voor zijn geestestoestand. En mijn ex wist dat, en die wist dat heel goed naar mij uit te spelen. Want vanaf het moment dat ik besliste om te vertrekken, ging die ofwel zichzelf iets willen aandoen, ging die ofwel pillen pakken, ging die zich ofwel automutileren. En ik zag gewoon keer op keer een herhaaldelijk patroon terugkomen. Zelf beschadigend gedrag toepassen, om op die manier op mijn schuldgevoel in te praten, want mijn ex wist dat ik een heel empathisch en gevoelig persoon was, omdat hij ook wist dat ik toch niet zou vertrekken. Zeker omdat hij mij niet meer serieus nam en zeker omdat ik al meerdere keren gezegd had dat ik zou vertrekken en die stap eigenlijk nooit gezet had. En ondanks dat mijn ex mentaal helemaal niet in orde was, die wist verdorie heel, heel goed hoe dat hij mij moest bespelen. Hij ging dan dingen tegen mij zeggen, achteraf beweerde hij dat hij dat niet gezegd had, ook al liet ik hem berichten lezen, beweerde hij nog dat hij dat nooit geschreven of gezegd had. Dus ik werd langs alle kanten gegaslight op een zeer extreme manier. Ik had geen leven met hem, ik had geen relatie met hem. Het enige wat ik op dat moment aan het doen was, was overleven. Proberen te zorgen dat ik er zelf niet aan onderdoor ging. Maar dat is mij gewoonweg niet gelukt. Want als je samen blijft met zo iemand en daar dagelijks aan wordt blootgesteld, kan je onmogelijk overleven. En eigenlijk had die man totaal geen reden tot klagen. Ten eerste had hij van zijn grootmoeder een grote som geld geërfd. Met dat geld heeft hij zijn appartement kunnen kopen, dus dat betekende dat hij geen afbetalingen had. Het enige wat hij toen had, waren zijn vaste lasten, zoals internet, stroom, water, allee, je kent het wel. Hij ging niet werken, maar hij had een uitkering van 1700 euro. En nog was hij financieel afhankelijk van zijn ouders. Nog ging hij elke avond bij zijn ouders eten en liet hij mij bij zijn thuis alleen eten. En als ik een klein beetje geluk had, dan nam hij een restje mee van bij zijn ouders om dat aan mij te geven. En die situatie heeft maanden aangesleept, omdat hij beweerde dat hij geen geld had. Ik heb nog nooit iemand gekend en nog nooit iemand geweten die zich zo extreem in de slachtofferrol plaatste. En
iemand die zich zo pathologisch kon opstellen. Het lag continu aan iemand anders. En het frappante van heel dit verhaal is, hoe langer dat ik ermee geconfronteerd werd, hoe meer dat ik het ook begon te geloven. De eerste weken en maanden sta je daar niet bij stil en weet je van, oké, deze persoon heeft een mentaal probleem. Maar als je daar continu elke dag mee geconfronteerd wordt, op een bepaald punt begin je dat te geloven. En dan gaat je niet zijn waarheid in twijfel trekken, maar dan gaat je je eigen gezond verstand in twijfel trekken. Hij wist dat hij de enige was die ik in mijn leven ook toeliet. En daar heeft deze man radicaal misbruik van gemaakt.